Voel je het? Voel je de energie? Ik wel. Ik voel de energie. Ik ben onder andere aan het lezen in dit boek. En zojuist de Daily met Gwen. Focus is duidelijk. Focus, de eerste focus die je hebt is omzet. Meer omzet. Meer sales. Focus op sales. Meer sales betekent dat mensen aan kan nemen om ervoor te zorgen dat die de projecten gaan uitvoeren. Ik moet gewoon meer klanten krijgen. En dat betekent bellen. Bellen is de meest eenvoudige manier om klanten te krijgen. En ik heb een lijst van mensen die warm zijn. Dus dat is geen punt. Daar heb ik ook zelfs telefoonnummers van. Dus ik ga die mensen bellen. Dat is een belangrijk onderdeel van mijn focus. Nou, ik moet een paar dingen doen die nu belangrijk zijn. In de middag ga ik bellen. Meer klanten betekent meer mensen om het werk voor te doen. Dat is de manier waarop ik ga gooien. Snelle, grote gooien. Dat is wat ik wil. En het belangrijkste bij is cash in de gaten houden, opdat er genoeg binnenkomt aan geld, mensen kunnen betalen. Maar het eerste daarvoor is omzet laten stijgen, meer klanten krijgen. Een mooie doelstelling voor vandaag. Voor mij en Gwen, allebei. En uitbesteding is essentieel om tijd vrij te maken, zodat ik dat kan doen wat ik moet doen. Dus de uitbesteding is essentieel, dat ik me niet met dingen hoef te bezig te houden. Heb ik nu mezelf twee dingen opgelegd als focus? Klinkt wel zo, hè? Dat is ook zo, maar het moet. Die twee dingen tezamen. Uitbesteding, bellen, klant krijgen. Gaan. Wow. Dat was een beetje stressen in de weekly met Annette en Claudia. Ik moet behoorlijk wennen aan de manier van werken, zodat ik het voor hun zichtbaar maak wat ik precies doe, wanneer ik dingen klaar, wanneer zij dingen moeten doen, welke acties ik van hun verwacht. Zoeken naar een systeem, werken met Trello, tenminste daar gaan we mee beginnen. Hopelijk geeft dit voldoende overzicht. En nu ben ik bijna klaar voor mijn podcastgesprek met Jeanette Badhoorn. En we gaan het hebben over verdienmodel. En net als vorige week met Aart-Jan is dit een serie van 3 afleveringen. Dus mijn tweede serie dus met 3 afleveringen. En ik ben benieuwd of ik het ga redden in een uur. Maar goed, we gaan het checken. Jeanette is altijd leuk om mee te praten en daar heb ik zin in. En deze serie komt denk ik ongeveer voor 2 weken online. Dus kijk ernaar uit. De serie met Annette over verdienmodellen. Dus hoe kun jij verschillende verdienmodellen in je bedrijf toevoegen voor te zorgen dat jij een aantal bronnen van inkomsten hebt voor je bedrijf die jouw bedrijf laten groeien. Ja? Ik zei even nog voor de vlog. Kijk, daar zit Jeanette. We zitten in... Oh, is het een je doet de video net uit. Precies. Ik had je net even in de vlog. Jeanette Badhoorn, we nemen op dit moment een serie van 3 afleveringen op. En Jeanette die gaat ons alles vertellen over verdienmodellen. Of tenminste niet van alles, want het grootste deel staat in haar boek. Dat zie je daar, 50 verdienmodellen van Jeanette en Petra. Meer zichtbaarheid, meer impact en meer omzet. Dat is het onderwerp waar we vandaag over hebben. Ik heb er veel plezier in. De eerste aflevering hebben we net opgenomen in deze serie van 3. En we gaan door met de tweede. Yeah! Op dit moment aan het testen. En ik moet zeggen, het begint een beetje eentonig te worden. En dit is een nieuw klusje. Dit is de originele site. Dit is de site in ontwikkeling. En dan moet ik op letten op de verschillen. Hier schrijf ik mijn tickets in. Want dan heb ik natuurlijk nog de site op de tablet. En de site op de smartphone. En die moeten allemaal hetzelfde zijn. In ieder geval allemaal leesbaar. Uitzien als de huidige site met verbeteringen die we gedefinieerd hebben. Dus het is een hele klus. Het gaat de goede kant op. Eind van deze maand, eind juni 2016, staat deze site in een nieuwe vorm online. Leesbaar op de site, op de desktop, op de tablet, op de telefoon. Dat is waar we naartoe willen. Zo, nou dat rare dingetje op mijn microfoon, zodat ik met de wind niet op is, ook iets nieuws aan mijn camera. Ja, 2 nieuwe batterijen voor de Canon, niet origineel, maar schijnen net zo goed te zijn volgens de referenties op Amazon. Dus vanaf nu maximaal power voor deze camera. Yeah. Gaar. Tjonge, wat een werk is dat testen van die site zeggen, alles vergelijken en doen. Er zitten veel kleine dingetjes in. Uiteindelijk komt het goed en het is een eenmalige actie, dus ik kan hier ook niet... Ik hoef er ook geen SOP van te maken, ik hoef er niet iets van te maken of te herhalen. Ik hoef nergens in te stoppen, ik moet gewoon testen.
En het moet zo goed zijn dat als de andere collega's het van mij gaan testen, dat er nog maar kleine dingetjes overblijven, maar dat er grof alles goed eruit ziet. We zijn er bijna. Waarschijnlijk gaat hij het vanavond aanpassen. Of hij is nu al druk bezig met aanpassingen en is het vanavond klaar natuurlijk. En dan kan ik er morgen nog één keer naar kijken. En dan is dat klaar. Dan kunnen we deze maand deze nieuwe template lanceren. Ik ben daar heel blij mee als het klaar is. Ik heb ander werk te doen. Het is 10:15 volgens mij. En deze boot ligt te wachten tot morgen vroeg. Die brug open gaat. Want die gaat voorlopig niet open. Een mooi bootje. Om mee te varen in het gebied. Volgens mij. Ziet er in ieder geval gaaf uit. Wauw. Afspraak was vandaag dat ik zou bellen met Leeds. Ik zou mijn omzet vergroten. Daar ben ik niet meer aan toegekomen.